De krachtpatser van de landmacht. 43 gemechaniseerde brigade. Deze brigade kan opereren in het hoogste geweldspectrum. De gepantserde rups- en wielvoertuigen zijn kenmerkend. De gevechtskracht komt voort uit een hoge mate van bescherming, snelheid en terreinvaardigheid. Zo vormen de Leopard gevechtstank, het CV-90 panzerinfanterievoertuig en het Fennec verkenningsvoertuig de ruggengraat van de brigade. Het tonen van de spierballen is soms al voldoende. Maar als het moet, deinzen ze ook niet terug om de vijand een harde slag toe te brengen. Ook binnen de landsgrenzen is deze eenheid actief. Ze staan altijd klaar bij crisissituaties, hoofdzakelijk in de noordelijke helft van Nederland. Een van de specialismen is een CBRN-team. Chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair. Dit team komt in actie bij gerelateerde incidenten in heel Nederland en traint hulpdiensten zoals brandweer en politie. Een andere is het Advanced Search Team, dat het ministerie van Justitie ondersteunt bij zoekacties naar bijvoorbeeld wapens, drugs en geld. Zo verdedigen ook zij de belangen van Nederland. Wereldwijd.